Met het weghalen van dit bord werd het nieuwe regenboogpad in Stadskanaal officieel geopend. Het pad is een initiatief van de lokale SP, Partij van de Arbeid en lokaal betrokken. Nou ja, het is ontstaan. We hadden al veel langer het plan om iets met een regenboogpad te gaan doen. Of een zebrapad, dat was toen niet helemaal duidelijk. En er wordt nu verbouwd in het centrum. En Stadskanaal heeft natuurlijk al niet al te veel geld. En we dachten van, hé, als we nu toch in het centrum bezig zijn, laat het plan nu indienen. Want of de aannemer nou grijze steentjes moet bestellen of gekleurde steentjes, dat maakt dan ook niet meer uit. Ook wethouder Brongers is blij met het kleurrijke pad in het centrum. Ze merkt daarnaast dat ook bij het winkelend publiek de regenboog in de smaak valt. Zo pas voordat ik hier aankwam was er iemand die zei van goed gedaan, ziet er prachtig uit. Dus de reacties komen. De Knolsters kunnen trots zijn en onze hele gemeenschap. En trots op de raad die dit mede bewerkstelligd heeft. Thea de Boer van de lokale LHBTI werkgroep is in haar nopjes met het regenboogpad. Maar ze zet er ook een kanttekening bij. Ik vind hem prachtig. De kleuren passen ook precies met mijn... Met de stok? Met de gaastok. Maar eigenlijk zou de maatschappij niet de regenboog gekleurd moeten worden aangepast. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ook in Stadskanaal. Zonder geloofachtergrond, seksuele voorkeur, wat dan ook. Dit pad staat gewoon voor alle mensen. Dat iedereen mag zijn zoals hij wil zijn. En dat willen wij er ook mee uitstralen. Dus het is niet alleen SEC, de LHBTI-groep. Maar je moet het gewoon veel breder zien. Het begint eigenlijk met respect. Respect voor een ieder. En als het regenboog daar, dit regenboogpad daaraan kan bijdragen, dan denk ik dat we goed bezig zijn. Dan is ook Stadskanaal op de goede weg.